We hebben hier het genoegen Klaas Mensaert te gaan horen. Klaas is een biochemicus en bioinformaticus, maar die ook een boek geschreven heeft dit jaar. The Flaws That Kill Our Democracy. Hij was trouwens ook ooit lid van de Piratenpartij. En hij werkt dus voor een bedrijf dat software levert voor biologische research op microniveau, hè, bijvoorbeeld DNA. Oei, allemaal. En... Zowijs. Ja, ja. Oh, oei, ik zit zo aan ons. Ja, inderdaad. Wel, in mei contacteerde hij dus ons met de vraag of wij ook reviews doen van boeken. Nu, dat doen we niet vaak, omdat wij dus daar helaas als vrijwilligers niet zoveel tijd voor hebben. Maar intuïtief had ik het gevoel van, hey, dat wil ik toch wel leren kennen. En ik nam het op mij om inderdaad een bespreking aan zijn boek te wijden. En dat bleek dus inderdaad een boek met opmerkelijk interessante ideeën. Het is logisch, het is goed onderbouwd. Er is een wetenschappelijke aanpak, maar het boek is toch erg pragmatisch. En wat ik ook geen geringe verdienste vind, is dat het eigenlijk heel compact is. Ik geloof, is het iets van een 124 bladzijden of zo, dus veel meer is dat niet. Maar daar staat dus echt veel meer in dan veel doctoraatsthesissen of wat dan ook. Waar vaak natuurlijk heel veel bladvulling staat. Dus het is heel gebald en toch weer heel aangenaam leesbaar. Klaas heeft zijn boek in het Engels geschreven en dat is omdat hij gelooft dus dat de ideeën van het boek overal ter wereld ook toepasbaar zijn. Er zijn dus ook, zou ik zeggen, ja, hoe anders ook de insteek ook is dan bijvoorbeeld wij met meer democratie, democratie bezien. Toch is er een enorm grote convergentie. Bijvoorbeeld het doel. Het doel is onmiddellijke deelname van de burger aan het wetgevend proces. Of ook een woord zoals decentralisatie, dat is eigenlijk het centrale begrip in heel zijn opvattingen. Dat zult u natuurlijk even goed horen. Zijn bottom-up visie. Allemaal zaken die wij dus daar absoluut mee delen. Ook een belangrijk is dus, of een flaw dan, een gebrek van onze democratieën, dat is de exclusiviteit van partijen. Bijvoorbeeld hiermee samenhangend de coalitiecultuur zoals we die kennen, waar een kiezer dus geen invloed op heeft. En de particratie, de oligarchie die eruit voortkomt, dus zaken waar wij allemaal tegen opkomen. Inclusief bijvoorbeeld de fractiediscipline of de partijtucht, waarbij dus volksvertegenwoordigers eigenlijk alleen maar stemmen volgens de richtlijn van de partij. Ook wij bepleiten dus dat vertegenwoordigers onafhankelijk stemmen. Ik zie ook punten waarmee democratie het minder mee eens kan zijn. Dat heb ik aangegeven in mijn review. Maar na presentaties even zullen we zien of ik dit juist voor had. Hè. Voilà, ik geef met plezier aan Klaas het woord. Wij hopen dus op een heel vruchtbare discussie achteraf ook. En dus de vragen en de bedenkingen en zo graag in de chat zetten. Alsjeblieft, Klaas. Dank u wel, Guido, voor de mooie introductie. En bedankt, Meer Democratie, om mij dit platform te geven. Dus ik ga er dan maar invliegen. Dus ik ga voor mij een klein beetje het probleem proberen schetsen. Dan gevolgd ga ik zowel een aantal mensen overlopen die mij zeer sterk hebben geïnspireerd. Ik wil het dan even hebben over decentralisatie, waarom dat dan nodig is. En dan twee kernconcepten eigenlijk van mijn boek zowel belichten. Inclusieve partijen en hoe dat eigenlijk een nieuwe vorm van representatie kunnen doen. Dus voor mij is een beetje het probleem van, oké, is de democratie nog gezond? En dan
is ze eigenlijk vroeger wel altijd zo gezond geweest. Want ondanks dat dat eigenlijk het beste systeem is dat we hebben, zien we in de geschiedenis dat die toch altijd vaak faalt. Ik denk dan aan bijvoorbeeld de burgeroorlog in de Verenigde Staten, waar dat eigenlijk het meeste doden heeft gemaakt voor de Verenigde Staten. Dan het fascisme in Europa in de jaren 30. Ik denk dan ook aan heel veel postkoloniale Afrikaanse landen die eigenlijk begonnen met een democratie, maar die eigenlijk onmiddellijk faalden en die dan, zoals Rwanda, soms tot volkerenmoorden leiden, waar er dus ja, massaal veel slachtoffers zijn. Ik denk dan ook aan de Arabische lente, die dan eigenlijk ook deels gefaald is. En ik denk dat een van de belangrijke dingen daarbij ook bijvoorbeeld polarisatie is. Want eenmaal dat mensen zeg maar het geloof verliezen in de democratie, ja, dan stopt eigenlijk de democratie ook. En dan zien we eigenlijk ook dat die polarisatie en dat falen van de democratie ook nu nog vandaag, bijvoorbeeld Evo Morales, die onlangs nog afgezet eigenlijk semi is in Zuid-Amerika. En nu zien we ook in de Verenigde Staten dat die polarisatie toch naar omhoog gaat. En dan meer en meer mensen denken dat geweld gerechtvaardigd is om eigenlijk hun doelen te bestendigen. Ik zocht naar verschillende oplossingen en ik kwam daarbij eigenlijk bij een aantal mensen die mij zeer sterk hebben geïnspireerd. Natuurlijk, ik ben van opleiding ben ik wetenschapper. En dus ik was ook geïnteresseerd in wetenschapsfilosofie. En Karl Popper is daar zeer bekend voor. Maar Karl Popper heeft ook een boek geschreven over politieke filosofie. En een van zijn kernideeën daarin is eigenlijk een beetje het verschil tussen utopisch engineering en piecemeal engineering. Utopian engineering moeten we eigenlijk zien als zeg maar het bedenken van een soort van ultieme, perfecte maatschappij. En dan gaan we eigenlijk proberen om onze maatschappij gewoon naar die perfecte maatschappij te bewegen. En het perfecte te bereiken. Democratie is daar eigenlijk niet echt gewenst. Want elke inbrenging van de burger, die gaat eigenlijk toch alleen maar ons vertragen om dat doel te bereiken. In tegenstelling daartot heb je piecemeal engineering, waar dat Karl Popper een voorstander van was. En dat eigenlijk bestaat erin om kleine stapjes te doen en eigenlijk telkens in die kleine stapjes te evalueren, oké, verbetert dit of verslechtert dit? Als het verbetert, oké, dan behouden we dat. Als het verslechtert, dan schaffen we het weer af. En zo gaan we eigenlijk niet proberen te zoeken naar de perfecte maatschappij, maar gaan we gewoon onze maatschappij verbeteren. En daarin is democratie wel zeer nuttig, want op basis van eigenlijk wat dat de mensen vinden van die zeg maar, verschillen, kunnen we eigenlijk bepalen van oké, zijn we nu beter aan het doen of zijn we nu slechter aan het doen? En dus daarom dat die piecemeal engineering eigenlijk democratie zeer belangrijk is. Een tweede denker, waar ik zeer veel van uitgeput heb, is eigenlijk Moshe Ostrogorsky. Ostrogorsky wordt gezien als een beetje een van de founders van de politieke sociologie. Ook al wordt hij momenteel eigenlijk zeer ondergewaardeerd, vind ik. Is een Wit-Rus, maar toen was dat natuurlijk het Russische keizerrijk. En helaas is er dan nog altijd geen democratie. Beetje ironisch voor zo'n inspirerend persoon. Maar zwart. Ostrogorsky heeft eigenlijk een reis gedaan naar de Verenigde Staten en naar het Verenigd Koninkrijk. En daar heeft hij eigenlijk de democratie en de partijen bestudeerd. En wat dat hij vond was eigenlijk dat een heel sterk pluralistische maatschappij en eigenlijk
een nood om eigenlijk individueel meningen te kunnen vormen, dat was zeer belangrijk. Maar die politieke partijen, die vormen eigenlijk een oligarchie en die gaan ons eigenlijk oogkleppen plaatsen en waardoor dat we eigenlijk niet meer ruim kunnen nadenken en waardoor dat eigenlijk de democratie eigenlijk verslechtert en polariseert. Nu, Ostrogorski was daar een beetje te radicaal in, vond ik, want zijn idee was eigenlijk om gewoon de partijen af te schaffen, omdat die zo slecht waren volgens hem. Ik denk dat er een betere methode is, maar ik zal daar later op terugkomen. Maar de volgende, namelijk Nassim Taleb, kan ons daar al meer naar die richting brengen. Namelijk, Nassim Taleb is eigenlijk ook een wetenschapper en een filosoof van risicoanalyse. Maar in de plaats van proberen te voorspellen wanneer dat iets kapot gaat, wat dat zeer moeilijk is, zo niet onmogelijk, probeert hij eigenlijk gewoon dingen te evalueren als ze fragiel zijn of robuust of antifragiel. Fragiel kennen we allemaal. Dat is eigenlijk iets dat, als je dat stress geeft of variatie, dan gaat dat kapot. Net als dat glas, als je daar iets te harde tik op geeft, dan breekt dat. Robuust, wel, dat kan eigenlijk gewoon tegen heel veel stress. Je kunt daar heel hard op slaan en dat gaat nog altijd een steen zijn. Antifragiel, daarentegen, dat is eigenlijk iets dat een voordeel heeft als je dat stress geeft. En dat zien we ook bij heel veel complexe systemen die in de natuur zich voordoen. Bijvoorbeeld een mens. Als je een mens in de ruimte doet, ja, dan is er geen zwaartekracht meer. Zwaartekracht is iets dat trekt aan je en dat geeft stress aan je benen en je spieren. Maar als je die zwaartekracht wegdoet, dan gaan je beenderen en je spieren verslappen. Dus wij hebben eigenlijk die stress nodig. Hetzelfde ook in de evolutie. Als er daar geen variatie over zou zijn, ja, dan zou er geen evolutie zijn. Maar heel belangrijk voor antifragiele systemen is eigenlijk dat die bestaan uit subdeeltjes, die wel fragieler moeten zijn dan het systeem zelf. Dus waar denken we dan bijvoorbeeld aan? Wel, de bedrijven in een economie, ja, die moeten op zich een beetje zwakker zijn, zodat die failliet kunnen gaan. Want als dat niet zo is, lijkt bijvoorbeeld dat we zagen in de economische crisis, dan krijg je eigenlijk bedrijven die too big to fail zijn. En dan gaat dat eigenlijk nadelig zijn voor het systeem. Want dan eenmaal dat die kapot gaan, dan gaat eigenlijk het hele systeem daarmee kapot gaan. Terwijl dat als we kleine subdeeltjes hebben, dan kunnen we die dingen laten failliet gaan of zo. En dan kunnen we daaruit leren. En dan kan het systeem versterken. Dus we moeten eigenlijk meer van die deeltjes hebben. Wat betekent dat eigenlijk? Decentraliseren. En dus decentralisatie, als je heel vroeg teruggaat, de mens in de natuur, de prehistorie, dan was eigenlijk alles gedecentraliseerd, want we leefden nu eenmaal in kleine groepjes. Hè? Maar door technologie, door de landbouw, door dat we tools beginnen maken, zijn we eigenlijk grotere en grotere groepen beginnen vormen. En dus, binnen die grote groepen, ja, zijn er dan ook mensen aan de top beginnen komen. En dus is er meer en meer macht beginnen gecentraliseerd worden. Meer nog, initieel, ja, ook al hadden hij een heel groot rijk, dan was het nog altijd moeilijk om heel gecentraliseerde macht te hebben. Omdat, ja, als je als keizer alle macht hebt, maar je grensgebieden zijn, 3 maanden... duurt het 3 maanden om een bericht naar daar te sturen, ja, dan hebben die mensen daar aan de grens toch nog eigenlijk heel veel autonomie. Want alles wat hij probeert te bevelen, qua bevelen naar daar te sturen, ja, dat duurt heel lang
voordat dat daar is, of dat dat terugkeert. Maar momenteel, in het internettijdperk, transport, communicatie gaat zo snel, waardoor dat we eigenlijk nog veel meer centralisatie van macht kunnen hebben. En dus daarom moet de mens eigenlijk actief decentraliseren. En dus het simpelste is natuurlijk geografisch decentraliseren. Je gaat gewoon zeggen, oké, alle problemen dat we hebben, moeten we zo laag mogelijk oplossen. Hè? Dat is heel simpel. Andere voorbeelden zijn allerlei verschillende scheidingen van macht, hè? Tussen economie en de staat, of tussen de religie en de staat. Of de scheiding der machten, wetgevend, uitvoerend, gerechtelijk. Natuurlijk, democratie is ook een vorm van decentralisatie. En dus bij die scheidingen van machten is eigenlijk een soort van kenmerkend gegeven dat we eigenlijk gaan specialisatie aanmoedigen of zelf verplichten. Hè? Je mocht maar één iets zeg maar, van macht uitvoeren. En dus denk ik eigenlijk dat in de plaats van die partijen af te schaffen, hè, moeten we ze eigenlijk net decentraliseren, zodat we ook, zoals dat Taleb eigenlijk illustreert, kunnen we ook een antifragiel politiek systeem bekomen. Ja, en dus hoe gaan we dat bekomen? Wel, daarvoor gaan we een nieuw partijsysteem moeten bedenken. Het simpelste partijsysteem dat je hebt, is een eenpartijsysteem. Hè. Daarbij gaat je gewoon alle macht aan één partij of aan één persoon zeg maar, geven. En voorbeeldjes daarvan zijn natuurlijk China, Noord-Korea en Saudi-Arabië. Ietske meer vrijheid zien we in een exclusief multipartijsysteem. Waarbij dat je dus als burger kunt kiezen aan wie dat je de macht geeft. Hè? Bijvoorbeeld, ik stem voor die partij of voor die partij. Maar die partij krijgt dan wel alle macht van u. Hè? Dus je stemt voor, zeg maar, ene partij. Wel, dan gaat die partij al die macht hebben op dat niveau van u voor een bepaalde periode. Nu, ik wil een stapje verder gaan, dus nog meer vrijheid zeg maar, van kiezen. En dat is eigenlijk een inclusief multipartijsysteem. En daarin hadden eigenlijk zoveel partijen als dat je wilt, eigenlijk een deel van je macht kunnen geven. Een andere manier waarin dat je dat kunt bezien, is eigenlijk dat je keuze voor een bepaalde partij is afhankelijk van de keuze voor een andere partij in een exclusief multipartijsysteem, of dus met andere woorden eendimensionaal. Oftewel, in een inclusief partijsysteem is het uw keuze voor een ene partij is onafhankelijk van de keuze voor een andere partij. En dus daarom is dat multidimensionaal. Oké, wat zijn nu de gevolgen van dat exclusief partijsysteem? Want dat is zeer belangrijk. Wel, het exclusief partijsysteem kun je eigenlijk een beetje vergelijken met... Stel, ik geef je de keuze om een winkel te kiezen waarin dat je mocht aankopen doen. Maar er is een catch. Eenmaal dat je die winkel hebt gekozen, ja, dan moet je wel voor de volgende 4 jaar altijd naar die winkel gaan. Wel, het gevolg is dat, eigenlijk, dat je gaat dwingen om die winkels... dat ze eigenlijk alles verkopen. Want... als ze niet alles verkopen, ja, dan kun je dat niet kopen in de komende 4 jaar. En dus, dan gaat je gewoon naar een andere partij, naar een andere winkel gaan. En dus, in de politiek is dat juist hetzelfde. Doordat we maar één partij onze macht kunnen geven, dwingt je ze eigenlijk om een mening over alles te hebben. En dus, one-issue-partijen, die kunnen eigenlijk niet echt overleven, tenzij dat ze toch... een breder programma aannemen. En we zagen een beetje nieuwe partijen van vorige eeuw zijn bijvoorbeeld Groen. Die zijn eigenlijk ook dan beginnen verbreden en over alles een mening beginnen krijgen. De Volksunie bijvoorbeeld, ja, die hadden ook eerst een linksere en een rechtsere flank. Maar dan uiteindelijk zijn ze toch naar een meer eenduidig partij gaan, wat we nu de N-VA hebben.
En dus die one-issue-partijen, dat gaat eigenlijk niet. In een inclusief partij daarentegen, ja, aangezien dat je macht aan verschillende partijen kunt geven, kunnen die wel specialiseren. En dus gaan we heel veel kleine gespecialiseerde partijen hebben. Omdat je een mening over alles moet hebben, ga je eigenlijk ook een heel hoge instapdrempel hebben en dus ga je ook meer een oligopolie hebben. Je kunt dat een beetje vergelijken met Amazon. Hè. Stel dat iedereen die een zaak wil beginnen alles moet hebben, dan ga je alleen maar een paar Amazons hebben, want het is gewoon vrij moeilijk om opeens alles te kunnen aanbieden. Een ander gevolg van eigenlijk een mening over alles te moeten hebben, is dat je eigenlijk ideologie gaat stimuleren in partijen. Waarom? Wel, stel, je hebt een Hans programma met heel veel punten, dan is dat heel moeilijk om dat al die punten individueel aan de kiezer te gaan uitleggen. Waarom dat precies het beste idee is. Maar er is een veel efficiënter iets, namelijk, je zou ook kunnen gewoon één model proberen uitleggen aan de kiezer. Hè? Dat model is de ideologie. En dan kun je op basis van dat model kun je al je verschillende ideeën zeg maar, gaan afleiden. Hè? En dat is veel efficiënter om zeg maar, te communiceren. Maar het nadeel is natuurlijk dat model is vaak niet de werkelijkheid. Hè? En dus ga je ook heel veel slechte ideeën zeg maar, gaan verspreiden. Ten derde is het exclusief partijsysteem ook niet schaalbaar. Wat wil dat zeggen? Wel, we hebben bepaalde problemen in onze maatschappij. Wel, het feit dat alle partijen over al zijn mening hebben, gaat je telkens bij één probleem ook met al die partijen moeten beginnen spreken over dat probleem. Want iedereen wil er zijn zegje over doen. Terwijl in een inclusief partijsysteem, waarin dat de partijen kunnen specialiseren, dan ga je maar met een paar partijtjes die daar ook in gespecialiseerd zijn, ga je alleen met die partijen moeten zeg maar, discussiëren om dan een soort van oplossing te zoeken. Dan wil ik ook een paar deficiten uitlichten en een paar voorbeeldjes bijgeven. Bijvoorbeeld, wat we zien in het exclusief partijsysteem hier in Vlaanderen, zien we dat de Vlaams Belang, zeg maar, er is daar een cordon sanitair rond, wat dat perfect verdedigbaar is. Partijen hoeven niet per se met een partij samen te werken. Maar het probleem is dat wel als gevolg heeft dat alle kiezers voor het Vlaams Belang continu niet vertegenwoordigd worden in alle problemen dat ze hebben. En dus geeft dat volgens mij een democratisch deficit. In contrast, in een inclusief partijsysteem gaat je eigenlijk nog altijd kunnen dat Vlaams Belang zeg maar, in het cordon sanitaire plaatsen, omdat je daar niet mee wilt samenwerken. Maar die mensen die door het Vlaams Belang vertegenwoordigd worden, die gaan ook nog altijd hun macht aan andere partijen kunnen geven over andere issues, zoals misschien het milieu, of over de ziekenzorg, of over andere dingen, waardoor dat eigenlijk hun macht niet zeg maar, volledig kwijtgespeeld wordt. Een ander voorbeeld dat ik aan denk, is bijvoorbeeld een minderheid zoals de moslimkiezers. Hè. Nu zie je in Vlaanderen dat die eigenlijk heel verspreid zijn over verschillende partijen, zoals in de het linkse ziet. Waardoor dat die soms bepaalde thema's dat onder aanbelangen moeilijker zeg maar, op de kaart kunnen zetten. Wat je in Nederland hebt, is eigenlijk, je hebt daar de partij Denk, die de laatste verkiezingen is opgekomen. Wel, die gaan natuurlijk wel die bepaalde thema's op de kaart kunnen zetten, maar die gaan zich daardoor eigenlijk ook segregeren. Ze gaan zich eigenlijk een beetje, netelijk dat de Vlaams Belangkiezers dan niet meer goed in contact kunnen komen met die mensen uit andere partijen. Zo gaan ook die mensen die bij Denk zitten ook minder in contact komen met die mensen
van andere partijen. Waardoor dat ze eigenlijk een soort van segregatie, politieke segregatie gaan bekomen. Dat zorgt ervoor ook dat er volgens mij meer polarisatie gaat zijn, want je hebt eigenlijk minder contacten met mensen die anders denken. In contrast, als je een inclusieve partij zou gebruiken, dan kunnen die mensen die dat, zeg maar, met die specifieke issues van de moslimkiezer, die kunnen zich nog altijd verenigen, maar ze kunnen ook nog altijd in die andere partijen zitten, waardoor dat ze eigenlijk niet zeg maar gaan extremer worden of polariseren, omdat ze nog altijd in connectie zijn met de andere burgers. En dus denk ik dat inclusief partijsysteem daarin veel beter is. Ik zou dan ook een kleine vergelijking willen maken. Ik denk dat ook inclusieve partijen ook meer complementair is met directe democratie. Want op een bepaalde manier is directe democratie ook inclusief. Als hij een aantal wetsvoorstellen hebt in een volksreferendum, dan kun je eigenlijk ook voor die voorstellen stemmen onafhankelijk van elkaar. Hè. Het is niet omdat het op het eerste voorstemt, dat het daarom voor de andere tegen zou moeten stemmen of zo. En dus is dat eigenlijk ook inclusief. Je kunt heel veel verschillende meningen hebben, onafhankelijk van elkaar. En dat gaat nu niet ook met het exclusieve partijsysteem. Het zou ook eigenlijk die gap verkleinen tussen volksreferendum en plebiscit. Dus het volksreferendum is op initiatief van een burger. Plebiscit is op initiatief van bijvoorbeeld de regering. Wel, in een inclusief partijsysteem zouden eigenlijk heel veel kleine partijen hebben die eigenlijk meer continu de macht delen. En dus zouden die op zich ook altijd zeg maar voor zo'n plebiscit kunnen zorgen. Maar omdat je veel meer partijen hebt, gaat dus ook de bevolking meer invloed hebben op rechtstreeks democratie. Oké, maar het doel een beetje van mijn boek is vooral de representatieve democratie verkennen en die verbeteren. En dus moeten we volgens mij kijken naar het belangrijkste instituut dat we hebben in de representatieve democratie. En dat is eigenlijk het parlement. Hè. Wel, volgens mij is het belangrijk om dat parlement een beetje te zien als een rechtbank. Namelijk, het is ook een beetje een instituut voor conflictbemiddeling. Maar in de plaats van dat het zeg maar conflictbemiddeling doet tussen bepaalde individuen of bepaalde bedrijven of zo, gaat het dat eigenlijk over de hele maatschappij doen. En als je teruggaat naar zeg maar de tijd van de verlichting en zo, in de 18e en de 19e eeuw, dan had men ook die gedachte dat eigenlijk volksvertegenwoordigers meer het algemeen belang gingen verdedigen en dat die eigenlijk zeer onafhankelijk gingen daarover nadenken. En dat zie je dus ook in de geschriften van Edmund Burke, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in de grondwet van België, artikel 42, waarin dat er ook staat dat de volksvertegenwoordiger het algemeen het algemeen belang gaat verdedigen en niet gewoon zijn kiezers. Maar het probleem is, als we kijken in de realiteit, ook al moeten die een beetje rechter zijn en advocaat, toch zijn die meer advocaat en gaan die dus niet het algemeen belang verdedigen. En dus wat we zien dus, is in de plaats van een soort van rechtbank, hebben we gewoon een groep van advocaten. En dus, als je gewoon een groep hebt van advocaten, dan is de meerderheid van die advocaten, dan is dat niet echt het algemeen belang. Dat is gewoon meer een tyrannie van de meerderheid. En gaat dan ook meer... je krijgt dan ook vormen van stemhandel en kartelvorming, waarin dat er niet echt wetten gaat er accepteren die de algemeen belang zeg maar bevoordelen, maar eerder van specifieke belangen. En die gaan dan een soort van deal doen
Denk maar bijvoorbeeld een beetje aan de wafelijzerpolitiek in België, waarin dat eigenlijk niet het algemeen belang van België werd verdedigd, maar het belang van Vlaanderen. En dan werd er daar gewoon een hoop geld tegenover gesmeten voor Wallonië. En ja, dan krijg je eigenlijk zeer slechte wetgeving. We zien ook meer een theater dan discussie, want er is eigenlijk niemand die moet overtuigd worden. Iedereen weet wat dat goed is voor zichzelf. En al het gebabbel is eigenlijk meer voor zijn achterban dan om andere partijen te overtuigen van wat dat er al dan niet goed zou zijn voor het algemeen belang. Dus wat ik voorstel, is eigenlijk ook weer een soort van decentralisatie, namelijk een nieuwe splitsing van macht, namelijk die advocaat en die rechterfunctie uit elkaar halen en eigenlijk twee nieuwe vertegenwoordigers maken. De nieuwe volksvertegenwoordiger, die het algemeen belang gaat verdedigen, en dan anderzijds een partijvertegenwoordiger. En die volksvertegenwoordiger gaat dus meer een generalist zijn en die gaat eigenlijk stemmen op wetsvoorstellen. Terwijl dat die partijvertegenwoordiger, die gaat meer een specifiek belang verdedigen, dus ook van die gespecialiseerde partijen, die inclusieve gespecialiseerde partijen, en die gaan eigenlijk de voorstellen maken. En je gaat daarbij ook een nieuw stemsysteem voor nodig hebben, omdat, terwijl dat bij partijvertegenwoordigers het voldoende is om alleen te kijken naar hoeveel mensen zijn er voor, is het bij volksvertegenwoordigers ook belangrijk om te kijken hoeveel zijn er tegen, zowel voor als tegen. Omdat eigenlijk als een vertegenwoordiger tegenstemmen kan krijgen, gaat hij eigenlijk ook meer het algemeen belang moeten nastreven. Want hij gaat ook moeten denken van oké, welke mensen gaan er eigenlijk door benadeeld worden door bepaalde dingen. En dus zo krijgen we eigenlijk een nieuw parlement met die volksvertegenwoordigers en die partijvertegenwoordigers. En zijn er verschillende voordelen van. Het is wel meer schaalbaar. Dus aangezien dat we die inclusieve partijen hebben, kunnen we nu voor elk thema alleen maar de partijen die gespecialiseerd zijn in die topic, die moeten aanwezig zijn. Dus in totaal kunnen er veel, veel meer partijen zijn, want ze zijn niet altijd aanwezig. Ze hoeven niet altijd aanwezig te zijn. Je gaat ook geen stemhandel meer kunnen hebben, want oftewel gaat je wetsvoorstellen maken als partijvertegenwoordiger, oftewel gaat je stemmen op de wetsvoorstellen. Dus je kunt eigenlijk niet meer zeggen van oké, als hij voor mijn wetsvoorstel stemt, dan stem ik voor het uwe, want je hebt die beide machten niet meer. Het gaat ook transparanter zijn, want het feit dat we al die verschillende gespecialiseerde partijen hebben, gaan we eigenlijk geen of nauwelijks geen lobbyisten meer nodig hebben. In de plaats daarvan gaan eigenlijk die kleine partijtjes, die gespecialiseerd zijn, een soort van lobbywerk doen, maar aanzien dat dat lobbywerk allemaal in het parlement gebeurt, want ze moeten de volksvertegenwoordigers in het publiek overtuigen, gaat dat eigenlijk een transparant proces worden. Het gaat ook echte discussie natuurlijk worden, want die partijvertegenwoordigers hebben nu effectief die volksvertegenwoordigers dat ze gaan moeten overhalen van de nut van hun wetsvoorstel. En een ander voordeel is ook dat de ad hoc partijen gaan kunnen hebben. Dus stel dat er in het midden van een legislatuur, tussen verkiezingen, opeens een nieuw probleem opduikt, waar dat er geen partij voor is, wel, geen probleem. Je kunt gewoon met bijvoorbeeld een soort van petitie een nieuwe partij verkiezen en die gaat eigenlijk niets veranderen in de verhouding van volksvertegenwoordigers. Dus dat is geen probleem dat er daar opeens een nieuwe partij bij komt. Dus in het algemeen, wat is er volgens mij te onthouden? We hebben dus
meer nood aan decentralisatie in de politiek en niet enkel alleen geografisch. En volgens mij zou dat dus moeten doen door eigenlijk die politieke partijen te decentraliseren. Het huidige systeem, het exclusieve systeem, is dus veel te fragiel en dat zorgt eigenlijk als een beetje als een dwangbuis voor de kiezer. En dan het parlement moeten we eigenlijk hervormen naar een soort van rechtbank, waarin dat we dus die volksvertegenwoordiger en die partijvertegenwoordiger als aparte vertegenwoordigers hebben. En ja, dat is de presentatie. Bedankt voor jullie aandacht. Als jullie meer interesse hebben, ga zeker naar mijn website. Ik heb ook Twitter. En het boek kunnen jullie ook via de publicaties op mijn website kunnen zien waar dat die voor de beste prijs kunt kopen. Dank u wel. Als er nog vragen... Dank u van ons, Klaas. Dank u. Dank u, Klaas. Mm-hmm. Mooi. Goed. Ja, dan kunnen we misschien de vragen en zo openen. In de chat staan er nog niet echt. Ik had er net één. Als ik me de eer mag aanmatigen om ermee te beginnen. Tuurlijk. Ik vind dat idee van inclusieve partijen een heel goed en schrander idee voor maatschappijen zoals de onze, die dus eigenlijk alleen representatieve systemen gewoon zijn. Want je wordt heel snel gewaar dat bij ons het idee van naar directe democratie te gaan op enorm veel weerstand stuit. Of is het omdat de mensen dat zo vreemd vinden en weet ik veel. Ik vraag me alleen af, want ook dat, bijvoorbeeld partijen inclusief maken. In je boek, Klaas, lees ik dus bijvoorbeeld over de mogelijkheid, ze moeten geopend worden, dus de wet is zo veranderd dat eigenlijk een heleboel middenveldzaken of bijvoorbeeld NGO's of neem zelfs een scoutsgroep of misschien wat mij betreft de Fietsersbond of zo, en dat die ook partijen zouden kunnen worden. Ja. Dus one-issue partijen dan. Hè. Maar natuurlijk, om die wet zo te veranderen, dat hangt dan weer af van de goodwill van de huidige exclusieve heersers. Klopt. Dus dat is altijd een beetje het probleem voor mij. Tuurlijk. Ik denk dat we misschien ook een soort van tussenstap zou kunnen gebruik gemaakt worden door bijvoorbeeld het parlement, deel van het parlement, namelijk de Senaat, die nu weer een soort van praatbarak is, dat we die bijvoorbeeld ook zouden kunnen inrichten tot zo'n nieuw parlement. Hè? En daar eigenlijk dan die middenveldsorganisaties toelaten om daar eigenlijk rechtstreeks ook tot dat wetgevend proces te laten meehelpen. Hè? En dat zou dan volgens mij een goede basis kunnen vormen waarin dat de burger kan zien dat het werkt. Hè? Dat zien we dan ook onmiddellijk als er zeg maar verbeteringen aan moeten komen en zo. Want het is momenteel nog nooit gebruikt geweest. Dus er zullen sowieso nog kinderprobleempjes aan zijn. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk, zo'n tussenvorm kan volgens mij zeker een eerste goede stap zijn. Mm-hmm. Maar ja, uiteraard zijn we nu ergens altijd afhankelijk van de huidige politici. Hè? Ja. Dat is het. Ja, ik heb iets op de chat gezet. Veel partijen, een partij per topic, ad hoc partijen. Maar dat leunt toch heel sterk in de richting van dat de burger in staat moet zijn om, groepen van burgers in staat moeten zijn om een wetsvoorstel op te maken en bij het parlement in te dienen. Zodat ze het moeten behandelen. Dus eigenlijk zou ik zeggen, waarom zijn die partijen nodig? Die vele partijtjes. Het zijn gewoon groepen van burgers die de handen in elkaar slaan over een bepaald probleem wat dat leeft onder de mensen, om dat probleem daarover te brainstormen, te zeggen hoe willen wij dat oplossen, een wetsvoorstel maken en dan aan het parlement indienen. Mark, ik denk dat je volledig gelijk hebt. Ik denk dat het dan meer een
kwestie is van taal. Namelijk, wat noem je een partij en wat is geen partij? Voor mij zouden zo'n initiatieven van groepen van burgers... zouden... Oei, de klank is weg. Ja. Wat lief? De klank was even weg. Ja. Ah, sorry. Voor mij zouden die groepen van burgers die dat kunnen doen, zouden voor mij inclusieve partijen zijn. Het is gewoon, denk ik, een kwestie van hoe dat je partij definieert dan. Ik zie het ook een beetje als een in Gent heb je de Mokkabon, hè, waar dat de koffie kunt kopen, maar je hebt ook natuurlijk de... Hoe noemen ze nu weer? Het Amerikaanse koffie... Starbucks. Ja. Dat zijn alle twee bedrijven, maar dat zijn compleet totaal andere organisaties, snap je? En zo zie ik ook partijen die kunnen totaal anders zijn qua structuur, maar ze kunnen wel, zeg maar, een bepaaldezelfde functie hebben. En ik zie dus partij meer als iets gewoon functioneel, namelijk een soort van organisatie die betrokken is in het wetgevend proces. Hè? Maar dat kunnen totaal andere soort van organisaties zijn, afhankelijk van is het een exclusieve partij of een inclusieve partij. Ja, ik ben nu even advocaat van de duivel, maar als de burgers sowieso het initiatief kunnen hebben, wat op dit moment niet mogelijk is, maar goed, de wetgeving moet in die zin veranderd worden, om zelf wetsvoorstellen in te dienen, dan zie ik de partijen gewoon zichzelf overbodig maken, want dat hoeft niet meer. Ze hebben die kapstok van de partij niet meer nodig. Nee, ik denk dat een partij wel een vrij nut nodig heeft, in de zin dat ze zijn een organisatie. En organisaties kunnen zeg maar dingen katalyseren. Bijvoorbeeld, ze kunnen mensen sensibiliseren. Ze kunnen makkelijker in de media raken en zo. Net daarom bijvoorbeeld bestaat ook meer democratie als organisatie. Want meer mensen in een organisatie kunnen meer dan doen dan dat ze individueel kunnen doen. En daarom denk ik dat partijen niet gaan verdwijnen. Guido? Wel, ik zie het meer misschien als een drempel. Mensen hebben dan meer voeling met die partij, zeg maar. In die zin alleen zie ik dat wel, ja. Maar als je dan eigenlijk tot een echte, direct democratische cultuur zou kunnen komen, dan hebben de mensen geen enkel probleem om te gaan stemmen op een issue dat hun echt interesseert en aanbelangt. Dus dan zie ik het verschil niet zo. Allee, ik zie zo meer het drempelaspect in onze maatschappij. Ze gaan dus gemakkelijker bij de mensen die ze kennen, stel nu de scoutsgroep, wat je dus als een partij zou kunnen bezien, daar gaan ze waarschijnlijk gemakkelijker terecht kunnen met hun bezonjes. Tuurlijk, ja, daar ben ik mee eens. Ik weet niet, ja. Je moet natuurlijk wel opletten dat als je een partij hebt, dat je daar toch niet stilletjes een doctrine in gaat nestelen. Ah. En dan... Ik denk dat dat veel minder het geval gaat zijn, aangezien dat als je over iets heel specifiek bezig zijn, hadden volgens mij ook veel meer mensen met andere meningen over andere issues, zeg maar, in je partij krijgen. Waardoor dat er volgens mij altijd genoeg mensen hebben met andere ideeën of die, zeg maar, een andere achtergrond hebben, of ze hebben een andere... waardoor dat er veel meer ideeën hebben en waardoor er ook veel minder snel in een vast idee gaan zitten. Maar, je hebt gelijk, er is nog altijd die kans. Maar het voordeel is, aanzien dat er een vrij lage instapdrempel is, ga je altijd gewoon een andere partij kunnen oprichten. Snap je? En dus, als maatschappij, dat is ook net die antifragiliteit. Hè? Nu en dan moet er een partij kunnen falen, moet er een groep kunnen falen. En daardoor kunnen we als maatschappij, zeg maar, leren uit die fouten en verbeteren. Mm-hmm. Ben ik niet goed hoorbaar? Of, Ja. Nee. Ja, dat is goed. Ik heb ook nog een vraagje. Het is Klaas Mensaert, dat zeker? Had je nog met papier kunnen stemmen?
Ik denk het wel. Ik denk niet dat er een probleem is met papierstemmen. Maar als er heel veel partijen bij komen, dus dan kunnen er eigenlijk... zou je naar een systeem kunnen gaan met 500 of 1000 partijen? Klopt, ja. Maar het voordeel is dat je ook die ad hoc partijen zou kunnen hebben. En dus niet alle partijen hadden per se op de verkiezingen moeten stemmen. Je zou ook tussen de verkiezingen door, zeg maar met petities en zo, partijen in het parlement toegang geven. Waardoor dat het niet nodig is om bij de verkiezingsdag een gigantische grote brief te hebben waar dat alle partijen op staan. Maar op papier gaan volgens mij nog altijd mogelijk zijn. Dat systeem is mij nog niet helemaal duidelijk. Wel, nu is het nodig dat alle partijen op de kiesbrief staan. Omdat je buiten de verkiezingen kunt geen partijen in het parlement brengen. Maar in mijn systeem, waarin dat de partijen alleen maar voorstellen kunnen brengen en geen, niet stemmen op de wetsvoorstellen, wel, in dat systeem is het geen probleem dat er tussen de verkiezingen door ook partijen bijkomen. Hè? Dus hoeven niet alle partijen op die verkiezingsbrief te staan in de verkiezingen. Kunnen gewoon ook, zeg maar, buiten die verkiezingen handtekeningen gaan verzamelen. En als je voldoende handtekeningen hebt, dan kun je ook naar het parlement. Want een handtekening is equivalent aan een stem, zeg maar. Hè. Maar zijn verkiezingen dan nog nodig? Als je zegt... Ja, de verkiezingen zijn nodig voor de volksvertegenwoordigers. Omdat die volksvertegenwoordigers zowel door voor, zoveel mogelijk voorstemmen, maar zo weinig mogelijk tegenstemmen, verkozen moet worden. En als je dat natuurlijk zou doen buiten de verkiezingen, ja, dan gaan we gewoon mensen hebben die alleen maar naar hun eigen mensen, zeg maar, voor handtekeningen zouden vragen. En dus, ja, zo kun je... dan gaan we eigenlijk een gebiased systeem krijgen, waarin dat alleen maar mensen gaan verzamelen die voor uw kandidaat zijn en niet tegen uw kandidaat. Dus daarom dat je die volksvertegenwoordigers moet je wel op de verkiezingen doen. Omdat dan zowel de mensen die voor als tegen ook de kans krijgen om te stemmen. Snap je? En kunnen ze dan op verschillende, kunnen ze dan op verschillende partijen stemmen? Op verschillende volksvertegenwoordigers. En voor of tegen voor verschillende volksvertegenwoordigers. En voor verschillende partijen. En de kiesdrempel vervalt dan ook volledig? De kiesdrempel staat daar los van. Maar voor een volksvertegenwoordiger bijvoorbeeld is het volgens mij wel nodig dat ze meer voorstemmen hebben dan dat ze tegenstemmen hebben. Ja. Wat dat volgens mij wel logisch is. Ja. Ik heb nog een vraagje. Als je meerdere plus- en meerdere minstemmen hebt, dan wil dat eigenlijk zeggen dat als jij meer je bezighoudt en inwerkt in politiek, dat je dan ook meer je min- en plusstemmen zult gebruiken dan iemand die bijvoorbeeld enkel maar weet, ik ben maar fan van één partij. Klopt. Iemand die dus minder bezig is met politiek. Klopt. Is dat dan niet nadelig, omdat een bepaalde bevolkingsgroep die misschien minder met politiek bezig is, minder zijn stem zal laten doorwegen? Ik denk dat niet per se. Ik denk, ja... het is volgens mij... sommige mensen inderdaad gaan altijd meer weten en meer interesse hebben voor politiek. Maar ik zie dat niet per se als een nadeel. Het feit dat de niet de burger, zeg maar, verplicht om maar naar één iets te kijken, denk ik, heeft voldoende voordelen. Ik kan in uw systeem dus, als er 600 partijen zijn, 300 partijen een plus 1 geven en 300 partijen een min 1 geven. Nee, de min 1 is alleen voor de volksvertegenwoordigers. Maar ik ben in die verkiezingssystemen niet echt ingegaan nu op mijn presentatie, omdat dat nogal technisch is. Dus ja, als je daar meer interesse in hebt, zou ik eerder het boek gewoon lezen. Ja, maar ik stel nu als onwetende een vraag. Hè. Ja. Maar dus stel nu, ik geef 300 plussen. Ja, dan heb ik toch meer impact dan iemand die maar één plus heeft? Je hebt ergens meer impact, ja, maar... Hoeveel keer meer? Wat lief? Hoeveel keer meer?
Goh, ik denk niet dat dat... je kunt dat niet zomaar zeggen in getal, want uiteindelijk kunnen die partijen alleen maar voorstellen maken. En ze kunnen niet stemmen op de voorstellen. Dus ja, ook al zijn er heel veel partijen dat je zeg maar in het parlement hebt gebracht, dat is daarom geen garantie dat ook hun wetsvoorstellen per se erdoor gaan geraken. Ja, ik zie hier Erik had even een bedenking bij. Als je zei, Klaas, cordon sanitaire is verdedigbaar. Tuurlijk. Daar stelt Erik een vraagteken bij. Ik denk dat het cordon sanitaire verdedigbaar is op partijniveau, maar niet op individueel niveau. Voilà. En dus ik vind het niet rechtvaardig dat omdat een bepaalde partij die voor een bepaalde ideologie is, omdat we die zeg maar willen weren, namelijk bepaalde nationalistische, extreem nationalistische gedachten, omdat we die zouden willen weren, zouden daarom niet alle mensen die zij vertegenwoordigen per se moeten weren uit politieke proces. En dat vind ik niet verdedigbaar. Is dat een bevredigend antwoord, Erik? We horen je niet. Tje. Nochtans, de microfoon lijkt niet uit te staan. Tje. En ondertussen, Hendrik, hoort jij nu genoeg? Vermoedelijk niet. Ik denk dat Hendrik uitgelogd is. Ja, ik zie hem ook niet meer gelijk. Nee, inderdaad. Oké, ja. Enfin. Kan ik nog een vraag stellen? Hallo? Ja, zeker. We zitten nu... het is een systeem die reeds meer directe democratie inhoudt dan ons huidige systeem. Als we het hebben over crisistoestanden zoals nu... de corona-epidemie. Wat ziet je aan voordelen van uw systeem ten opzichte van het huidige systeem? Je weet, er zijn critici die zeggen, bij zo'n grote crisissen zoals dat we nu kennen, of nog grotere crisissen zoals oorlogen, is directe democratie nefast om adequaat te kunnen reageren. De totaliteit, het algemeen belang, is dan beter gediend met een iets autocratischer regime. Wat zijn uw gedachten daaromtrend? De corona beleven we nu. Ik denk dat die inclusieve partijen, en dan meer specifiek ad hoc inclusieve partijen, zouden net toelaten om op crisissen die we niet kunnen voorspellen, om daar net eigenlijk een goed antwoord op te geven. Want die ad hoc partijen zouden toelaten om bepaalde specialisten in het vak om zich te verenigen en om dan eigenlijk een bepaald project, een bepaald idee aan de burger voor te stellen en om daar eigenlijk dan ook de burger te kunnen mobiliseren en om dan eigenlijk ook veel daadkrachtiger te kunnen zijn. Want nu heb je bepaalde specialisten, maar zij mogen eigenlijk geen... zij kunnen alleen maar... zeg maar naast de politiek een beetje dingen schetsen en er meningen geven, maar eigenlijk mogen ze ook niet te veel doen, want ze hebben geen politieke macht, hè, de experten. En ja, aangezien dat ze ook niet verkozen zijn, kunnen we ze ook geen macht geven. Maar in het inclusieve partijsysteem, met ad hoc partijen, zouden zeg maar die experten die zijn van kijk, dat moeten we doen, dat gaan we nu lanceren. En als ze genoeg draagvlak hebben, politieke draagvlak, dan zouden ze dat ook kunnen uitvoeren. En daardoor denk ik dat het een veel sterker democratie en draagvlak en dus ook meer slagkracht gaat hebben. Oké, dank u.
Klopt het dat je nu systeem het parlement ook de bezetting ervan dan telkens varieert? In hoeveelheid zetels? Dus het aantal volksvertegenwoordigers blijft constant. Maar voor een bepaald wetsvoorstel moet je alleen maar de partijvertegenwoordigers hebben die relevant zijn voor dat wetsvoorstel. Snap je? Dus stel, er is een partij en die zegt van we willen de jacht op vossen afschaffen. Wel, dan gaat alleen maar de partij hebben die bijvoorbeeld voor de dierenwelzijn is. En dan gaat een aantal, ja, misschien een jaarspartij of zo, of een landbouwpartij of zo hebben. En dan de rest gaat niet aanwezig moeten zijn, snap je? En dus er is een bepaalde fractie die constant blijft, namelijk de mensen die het algemeen belang verdedigen, de volksvertegenwoordigers. En dan de partijvertegenwoordigers, dat gaat variabel zijn. Hoe kom je dan aan volksvertegenwoordigers? Dus die volksvertegenwoordigers die worden verkozen tijdens de verkiezingen. En daarin had je dus, daarbij had je zowel voor als tegen kunnen stemmen. Terwijl maar bij... wie mag op een verkiesbare plaats komen? Volgens mij iedereen. Iedereen. Misschien dat hij ook een soort van drempel moet overschrijden van handtekeningen of zoiets. Maar dat is ook individueel, zonder lijst doen. Gewoon per individu. Ja, een vraagje. Wat belet er dan dat die volksvertegenwoordiger partijbelangen dat is een goede vraag. Gaan vertegenwoordigen en gaan afspreken om zich samen aan groep verkiesbaar te stellen? Ja, dat is een goed idee. Goede vraag. Ik denk, doordat we net dat symmetrisch kiessysteem met de voor- en tegenstemmen hebben, gaat volgens mij veel slechter zijn voor die om eigenlijk zich aan één bepaalde politieke partij of zo te gaan binden. Omdat volgens mij zijn de meeste partijen in een front minderheden. Maar ze gaan zich zeg maar aan elkaar linken om dan toch een soort van meerderheid te krijgen. Maar als je dus als vertegenwoordiger zeg maar wilt... als volksvertegenwoordiger zoveel mogelijk stemmen wil hebben, gaat het volgens mij beter af zijn om je niet met partijen te gaan associëren. Omdat je dan volgens mij ook meer tegenstemmen zult hebben. Dus de volksvertegenwoordigers zijn het enige verschil dan vergeleken met de partijvertegenwoordigers, dat ze onafhankelijk en individueel zichzelf representeren. Of en... mogen zij ook in... En dat zij stemmen. Vanaf dat ze zich conglomereren, laten we zeggen dat er drie onafhankelijke zeggen, het klikt goed, maar we vormen geen partij, maar we zitten ons wel samen op de lijst. We zitten ons wel samen verkiesbaar. Zeg maar. Ik zou dat verbieden. Ik zou het puur individueel doen. En ook het afspreken in het parlement om zeg maar samen te stemmen of een soort van stemhandel te doen en zo, zou ik allemaal verbieden. Verbieden. Ja. Maar in het proces voor de verkiezingen kun je dat niet beletten, hè? Het is natuurlijk moeilijk om... Dus je hebt een sociologisch... Dus als ik me voorstel, zonder iets of wat, heb je, alleen met een beetje weinig inspanning, heb je 2% familie en zo, stemt al voor jou, hè? Mm-hmm. Dat is gewoon wat sociologie. Mm-hmm. Nu, maar hoe meer dat je daar mensen mee kunt verbinden, mm-hmm. hoe groter dat die groep wordt. Ook al representeert ze die zich als totaal onafhankelijk, mm-hmm. dan heb je ook een coup van het parlement. Ik denk dat die tegenstemmen voldoende gaan zijn om eigenlijk dat te voorkomen. Dus vanaf dat je zeg maar ook te veel appearance, de schijn geeft dat je partijdig zou zijn voor een specifieke groep,
dan ga je volgens mij ook meer tegenstemmen beginnen krijgen. Ja, maar ja, wat is het criteria om een tegenstem te geven? De mensen op welke basis gaan die een tegenstem geven? Vertrouwen. Ja. Nee, wantrouwen. Nee. Dus... Omdat ze geen vertrouwen hebben in die persoon, inderdaad. Omdat, ja. Dus je hebt mij denken dat die persoon niet het algemeen belang gaat verdedigen, maar eerder een specifiek belang. Mm-hmm. Ja, maar natuurlijk zou je ook kunnen stellen, als je een plus één hebt, dan heb je meer dan een half van een groep nodig om er iets door te krijgen. Bijvoorbeeld de meer dan een half van het geheel. Als je met min 1 en plus 1 werkt, wil dat zeggen dat 1/3 eigenlijk al er kan over oordelen. De invloed van één persoon wordt groter. Want ik kan in plaats van een plus 1 of een 0 geven, kan hij een plus 1 of een min 1 geven. Dus het heeft nog meer voordeel om vriendjes te hebben. Dat zie ik niet voor mee. Omdat het... Ja, als je per vriend dat je maakt, kun je de min 1 vermijden. Ja. Maar dus denk ik dat het vooral belangrijk gaat zijn om zo weinig mogelijk mensen tegen de borst te stoten. Ja. En natuurlijk ook wel een aantal mensen overtuigen dat je effectief meer zit dan neutraal. Ja, maar tegenwoordig wordt allemaal gekocht, hè. Ja, dat zou je dus wel proberen voorkomen, hè. En wat gebeurt er? Dan ga je de media helemaal moeten gaan controleren en dergelijke, hè. Nee, dat denk ik niet per se. In mijn boek ga ik ook wel iets technischer in op het feit dat volgens mij de score van uw stemsysteem niet lineair meer mag zijn met eigenlijk het aantal stemmen. Wat dat eigenlijk een beetje wil zeggen, dat de kans dat je zeg maar verkozen gaat worden, mag niet alleen maar afhangen van hoeveel mensen dat je kennen. Snap je? En dus, want dat wordt heel gemakkelijk gemanipuleerd door de media. Als je zeg maar in de media komt, dan worden heel snel bekend. En dan zijn er zowel meer mensen die je gaan kennen, maar ook mensen die en dus mensen die voor u kunnen zijn en tegen u kunnen zijn. Maar daardoor gaan we eigenlijk mensen die gewoon niet gekend zijn, eigenlijk minder kans geven om verkozen geraakt te worden. Een algemene vraag. Dus je stelt dat systeem om het parlementaire systeem democratischer te krijgen. Maar wat zou je ervan denken? Moesten de burgers de mogelijkheid hebben van het binnen het referendum te hebben, om zo de uitwassen te kunnen corrigeren en dus ook zelf Ik denk dat het binnen het referendum een zeer goed voorstel is, maar ik denk niet dat dat de representatieve democratie gaat vervangen. En ik denk dat die representatieve democratie ook nog altijd gaat verbeterd moeten worden. Mm-hmm. Ik denk niet dat het binnen het referendum voldoende gaat zijn. Omdat bepaalde dingen, zoals polarisatie en zo, daar heeft volgens mij het binnen het referendum misschien minder invloed op, maar heeft het systeem, het model wat we nu hebben in onze representatieve democratie, namelijk de partijen die zeg maar hun leden opstoken, de media die daarin meegaat, al die dingen worden, die processen zijn eigenlijk vooral gestuurd volgens mij door de representatieve democratie, namelijk die exclusieve partijen die daar het voordeel bij hebben. En ook al had je een bindend referendum hebben, wat dat volgens mij goed is voor de democratie, je gaat die problemen van de representatieve democratie daar niet per se mee oplossen. Maar ze hebben wel de mogelijkheid
correctief en initiatief nemend in te grijpen. Ja. Dus jij zou eigenlijk uw systeem zo kunnen voorleggen. Nu kun je dat niet, of tenzij dat je een partij, dus paradoxaal genoeg, moet je een partij starten om dus je voorstel te kunnen krijgen. Dus is het niet eerlijker dat de burgers het zelf kunnen doen, zelf voorstellen kunnen doen en het aan hun medemensen voorleggen middels een bindend referendum? Ik vind, ja, het bindend referendum is goed. En like dat is echt, om zeg maar naar mijn systeem te kunnen gaan, zou het misschien ook goed zijn om effectief zo'n referendum te kunnen hebben. Want ik zie de huidige politici niet snel dat die evolutie van exclusief naar inclusief partijsysteem maken. Dus dan zou het inderdaad goed zijn om een bindend referendum te kunnen gebruiken om ook die keuze te kunnen maken als democratie. Ja, ik denk dat juist de katalysator is om de zaak in beweging te krijgen. Want wat is nu de reden dat het er niet is? Ik zie in weinig staten daarvan komt. Hè. Dus politici willen het niet. Nee. Maar burgers willen het wel. Maar zelfs ook, zoals ook de loting. Hè. En daarnet liet je vallen dus dat het referendum het parlement zou vervangen. Maar dat zie ik helemaal. Allee, helemaal zo niet. Dus het niet referendum. Welk? Nee, niet vervangen. Ik denk dat ze beide nodig zijn. Ah, voilà. Ja, ja. Ja. Dus men heeft alles via referenda oplossen, moeten de mensen daar ook niet mee opdringen. We moeten mogelijkheid hebben dat er een groep mensen die wetten voorstelt. Hè. Maar ze moeten wel de mogelijkheid hebben om dat uiteindelijk bekrachtigd te hebben. Dus te bekrachtigen. Mm-hmm. Dus het hoeft niet altijd aan het wetgevende werk deel te nemen. Dus als ze niet deelnemen aan het wetgevende werk, dan doet een representatief orgaan dat. Hè. Dat dat nu verkozen is of geloten orgaan. Dus het meeste werk zal daardoor nog altijd gebeuren, maar men heeft de stok achter de deur nodig. Ja. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk onze gemeenschappelijke overtuiging hier van meer democratie. Ja. Dat zo wat de katalysator toch is. Hè. Opdat dus inderdaad de burger het laatste woord zou kunnen hebben. Hè. En daar gaat het hem om. Hè. Om het kort op een volkse manier te zeggen, als de mensen denken, oei, welke wet proberen ze ons nu door de strot te duwen, dat de burger de mogelijkheid heeft om via een referendum een wet die een meerderheid van het volk niet aanstaat, te overroelen. Daar komt het eigenlijk kort door de bocht en op een volkse manier gezegd op neer. Ja, dat is een goede gedachte. Geen andere vragen? Nou toch, ja. Frans Dams. Participatieve democratie waar de bevolking zelf voorstellen kan doen. Ja. Tuurlijk. Ja, zo is het in Zwitserland bijvoorbeeld. Anton? Stemplicht of stemrecht? Laat de mensen erover stemmen, hè. Wat denk je in uw systeem? Ik denk dat... Je kunt dat via referendum eerst voorleggen, hè, maar... Ik ben wel voor stemplicht. Maar ik denk dat het belangrijkste
is dat een nieuw kiessysteem, zoals ik het voorstel, waarin één mensen dus meer op gespecialiseerde partijen kunnen kiezen, dat dat veel makkelijker gaat zijn ook voor de mensen om te stemmen, omdat ze meer gaan weten van, kijk, die partij staat voor dat, en niet een hans al amalgaam van verschillende voorstellen. En ook omdat ze kunnen tegenstemmen bij de volksvertegenwoordigers, gaat dat ook volgens mij een goede stimulans zijn voor mensen die zeg maar heel ontevreden zijn over een bepaalde legislatuur, om toch te gaan stemmen, omdat ze dan die tegenstem kunnen uitbrengen. Terwijl dat nu kunnen ze alleen maar, zeg maar, ja, als ze ontevreden zijn met alles, kunnen ze alleen maar voor de pest en de cholera kiezen, snap je? En dus heeft dat niet echt nut om te gaan stemmen. En met een tegenstem hadden volgens mij veel meer mensen ook kunnen lokken naar de verkiezing. Maar ja, ik ben toch wel voor stemplicht. Maar ja, als jij naar de verkiezing gaat, dan kun je nog altijd ook onheldig stemmen of zo. Hè. Er is geen stemplicht. Er is opkomstverplichting. Ja. Ze noemen het opkomstplicht, maar het is een verplichting. Maar bon. Maar ja, welk nut heeft dat? Ik weet het niet. Dus in uw systeem heb ik de indruk dat dat juist heel goed zou functioneren zonder stemplicht, omdat dus de mensen veel meer gemotiveerd zullen zijn om er iets aan te doen. En ja, daar komt het op aan, hè. Ja, ben ik mee. Dat is stemrecht, hè. Allee, dat is zo wat wij van stemplicht vinden, hoor. We vinden het eigenlijk democratisch niet verantwoord. Ja, maar ik zie het ook een beetje als een soort van volksbevraging van... Wij willen als maatschappij weten, wat zijn de problemen? Wat zijn de politieke problemen? En daarin wilt je eigenlijk zoveel mogelijk informatie van de burger. Hè? Mm. En dus daarin zie ik het ook een beetje als een soort van plicht van de burger om een minime inspanning te doen om een keer één dag na te denken eventueel over wat is er precies verkeerd. En dan nu te gaan zeggen in dat stemhokje wat dat er verkeerd is. En wat dan mogelijkste oplossingen zijn. Ja, wat ik daartegen heb, dat is ten eerste dus die een dag, dat is te weinig. En ten tweede, in een echte democratische cultuur zullen ze dat zelf gaan doen. Dus het is inderdaad misschien een plicht, maar dan moeten ze dat zelf zo voelen. Ja. Dus een plicht en een verplichting is voor mij een enorm verschil. Ja, daar ben ik het deels mee eens. Ja. Okay. Nee, daar heb ik u gelijk in, ja. Ja, wij maken dus wel het onderscheid tussen stemrecht, stemplicht en stemverplichting. Hè. Dus het is een opkomstplicht volgens de staat, maar eigenlijk is het een opkomstverplichting. Mensen kunnen dan nog onheldig stemmen, blanco stemmen en zo. Wat zijn er daar dan mee? Die worden dan toch niet ingevuld en die zetels blijven niet leeg. Maar het is eigenlijk, als vanuit ons democratisch standpunt, zeggen wij altijd dat de burger zelf moet kunnen beslissen of dat hij deelneemt aan het democratische proces of dat hij niet deelneemt. Maar als je iemand een stemverplichting oplegt, ja, dan heb je een instantie die dat inderdaad dus supponeert, hè, en dan de burgers verplichten. En in een democratie is de burger die bovenaan staat en eigenlijk moet hij van niemand iets aannemen. Hij is zichzelf meester en hij doet wat hij in feite wil op verkiezingsdag. Dus, maar je kunt inderdaad stellen dat hij een zekere plicht heeft ten opzichte van de samenleving, maar die moet inderdaad, zoals Guido zegt, vanuit zijn eigen komen. Hij neemt de morele beslissing om al dan niet deel te nemen en niemand verplicht hem daartoe. Dus wij zijn voor stemrecht in die zin en niet voor stem. Er is een soort stemplicht, maar dat is een morele individuele taak van elke burger. En stemverplichting, nee, want dan is er iemand of een instantie die zich boven de burger stelt en die zegt van wat dan ze moeten doen. Hij moet deelnemen. En dan dikwijls nog op straffen van boete, hè, die hij moet betalen. Hè. Dat wordt nu wel niet in rekening gebracht nog, maar het zou altijd kunnen. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het onderscheid, dus de vrijheid van... En wij hebben ook iets tegen die onduidelijkheid die geschapen wordt. Hè. Want zoals Guido zegt, het is stemplicht, maar eigenlijk is het opkomst, verplichting. En op uw stembrief staat er dan nog een keer de stemming is verplicht. Dus ze spelen daarmee woorden. In feite zou je elke verkiezing kunnen laten ongeldig verklaren op basis van wat er op die kiesbrief op een officieel document staat. Er staat op, de stemming is verplicht.
Dat is niet waar. Er is opkomstverplichting. Dus daar staat op die kiesbrief staat er een grove leugen. Dus men creëert onduidelijkheid. En ja, dat is Hans dat boelke die eigenlijk een stukje bedrog is. En dat telkens binnen die particratie eigenlijk doorgezet wordt. Hè? Ja. Ik snap het probleem, maar ik denk ook niet dat dat een zeer grote prioriteit is, die opkomstplicht. Ik denk dat er veel grotere problemen zijn in de democratie. Ja. Van Klaas, wat denk je van, moest je nu gewoonweg al die kandidaten gewoonweg willekeurig at random op een lijst zetten, zonder partij, gewoon de naam. En iedereen kan een klein brochuurtje opstellen dat dan aan iedereen verdeelt. Een beetje vergelijkbaar met de referendumbrief. Dus bij een referendum in Zwitserland wordt er dan een brief verdeeld en ook via de media, waarbij het voordeel en de nadelen van het voorstel uitgelegd worden. Hè. Zo'n beetje, wat denk je daarvan? Zou dat dan niet die particratie al flink oplossen? Ik denk dat goed is, die onafhankelijke volksvertegenwoordigers. Mm-hmm. En die brief is ook goed voor die partij natuurlijk. Informatie is altijd... Tot een zekere zin natuurlijk, dat ze daar niet met onder de brochures natuurlijk zitten. Maar kan zeker geen kwaad. Het feit dat ze random op de brief staan, is volgens mij ook goed. Ik ben in ieder geval tegen lijsten. Want die lijsten maken eigenlijk een soort van exclusiviteit, een soort van verbindenis tussen personen. En voor die partijen is een lijst niet nodig, want je gaat gewoon één stem voor een partij geven. En de partij gaat zelf kiezen wie dat ze uitsturen. Het is maar één iemand dat ze moeten uitsturen. En voor die volksvertegenwoordigers, ja, die moeten onafhankelijk zijn van partijen. En dus ook onafhankelijk van elkaar. Dus die moeten ook onafhankelijk op die lijst, op de brief gaan staan. Mm-hmm. Nu, in Zwitserland is het zelfs zo dat je iemand buiten de partij of zo erop kunt stemmen. Hè? Sommige gemeentes, kantons, weet ik niet. Maar men kan gewoonweg willekeurig iemand zeggen, dat vind ik nu iemand geschikt om mij te vertegenwoordigen. Ja, maar ik denk zelf dat origineel, als je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten gaat, nam iedereen zijn eigen brief mee. En dus iedereen nam zijn eigen stukje papier mee en zette daar gewoon een naam op. En gaf eigenlijk dan dat briefje in de bus, zeg maar, voor wie dat hij stemde. Maar het is eigenlijk de partijen die dat proces gekaapt hebben, want die zijn beginnen briefjes maken, briefjes drukken, om eigenlijk aan de kiezers dan mee te geven. En dan hebben ze dat eigenlijk zo georganiseerd dat eigenlijk altijd maar meer en meer in de eigen voordeel begon te werken eigenlijk, die maken van de kiesbrieven en het uitsluiten dan van derde partijen en zo. Het is inderdaad volgens mij zeer normaal dat in principe ook een systeem zou kunnen hebben waar je gelijk welke naam kunt zetten op een brief. Ja. Ja. En in je presentatie zei je van scheiding van uitvoerende en de wetgevende macht. Hoe zou je dat doen? Er zijn volgens mij verschillende methodes. Er is natuurlijk een methode waarin dat bijvoorbeeld president rechtstreeks zou verkiezen. Hè? Die maakt dan zijn eigen... die gaat dan zelf de ministers zeg maar kiezen. En dan heb je ook een splitsing. Maar wat ik aan denk, is eigenlijk een beetje het idee wat ook Ostrogorski in gedachten had. En dat is eigenlijk dat bijvoorbeeld die partijen dan, like dat ze wetsvoorstellen kunnen maken, zouden ze ook mensen kunnen, voor
als voorstel kunnen geven voor een bepaald ministerpost of zo. En dan zouden ook die volksvertegenwoordigers dan eigenlijk daarop kunnen stemmen. En zo zouden eigenlijk, net like dat het een beetje in de Europese Unie ook, minister per minister, daar is dan commissaris per commissaris, zeg maar, bepaald wordt. Maar in de Europese Unie wordt dat dan eigenlijk ja, op een beetje vuile manier gedaan, want dat is dat land per land. Zo zou ik het dan niet doen, maar wel persoon tot persoon. En zo zouden volgens mij ook meer competente ministers kunnen selecteren dan dat eigenlijk nu het geval is. Want nu zie je vaak van, ja, die ministerposten zijn vaak een soort van ja, cadeautjes of een soort van promoties van de partij om te zeggen van, kijk, jij hebt goed gedaan. Hij mocht nu minister worden of zo. En niet altijd competent. En zo'n minister is eigenlijk een CEO van een departement voor onderwijs, defensie, voor ik weet niet wat. Moesten we nu, wat denk je van, moesten we nu een keer gewoonweg per departement de posten kunnen solliciteren? Dat is ook een mogelijkheid, maar ik denk dan nog altijd je moet dan nog altijd een soort van proces hebben die dan zeg maar gaan zeggen ja of nee. En ergens moet dat proces zijn oorsprong hebben in de burger, snap je? En dus er moet een soort van link zijn met de burger en het beslissingsproces van wie dat dan die CEO wordt van dat ministerie. Mm-hmm. En dus ik zou dat laten doen toch nog altijd via de volksvertegenwoordigers. Maar er zijn ook andere manieren om dat te doen. Ja, want het probleem is dat men dus daar een scheiding in moet hebben. Hè? Nu dicteert de uitvoerende macht, de wetgevende macht. Dus dat moet volledig gescheiden worden. Dus moet men dat ook niet doen via de volksvertegenwoordigers. Dus daar voor ons dan zouden kiezen, want het is toch wel belangrijk. Dus om de particratie te doorbreken, moet je het parlement ook niet die posten laten kiezen. Dan moet je die rechtstreeks door de burgers laten kiezen. Dat is ook een mogelijkheid, maar dan gaat hij volgens mij eerder naar een presidentieel systeem. Dat kan, ja. Dat is verdedigbaar, ja. Ja, in ieder geval, de scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht is zeer cruciaal. Er gaat al een groot verschil zijn als dat echt gescheiden is. En volgens mij gaat er ook een groot verschil zijn als dus men niet op partijen stemt, maar op individuen. Dus zo'n ad random lijst lijkt mij al een belangrijke stap. Een andere stap om de particratie te doorbreken zou kunnen werken met de geheime stemmingen. Want in feite, men geeft een... Dus dat de stemmingen in het parlement geheim zijn. Dus dat er geen tucht is door een instantie buiten de moraliteit van degene die je gekozen hebt. Want men geeft in feite een vertrouwen aan iemand die in jouw plaats, die jou vertegenwoordigt. Als je dat vertrouwen niet hebt, dan moet je dat kunnen terugpakken door stemmen. Door handtekeningen op te verzamelen en dan gaan we zelf stemmen via een referendum. Ik ben niet voor anonieme stemming in het parlement. Ik denk dat volksvertegenwoordigers daar zouden altijd de stemming van moeten kunnen zien. Net omdat ze u vertegenwoordigen en dus ook moeten kunnen zien wat dat de consequenties zijn van uw stemgedrag. Maar
om die partijtucht te doorbreken, heb ik net deels het ganse splitsen, zeg maar, van die voorstellen van de partij en de volksvertegenwoordigers bedacht. En dan ook het verschillende kiessysteem. En ik denk dat dat dan voldoende zou moeten zijn om eigenlijk die partijtucht te kunnen doorbreken. Het is natuurlijk... Je kunt dat pas weten als je het hebt uitgetest, hè. Dat ben ik. Ja. Dus, Ja. Er is nog iets dat ik niet snap. De tirannie van de meerderheid in die rechtbank. Ja. Ah ja, ja. Wel, het punt is dat een rechtbank is een soort van conflictbemiddeling. Hè? Daar gaat je eigenlijk iemand aanstellen die deels een beetje het belang van de verschillende partijen gaat proberen overstijgen. En dus, als je gewoon advocaten hebt, ja, die gaan altijd gewoon proberen het maximaal voordeel voor zichzelf proberen te zoeken. Terwijl... voor een cliënt, rechtbank, toch? Voor een cliënt, inderdaad. Ja. Inderdaad. Terwijl dat in een rechtbank ga je net die rechters hebben die dat belang proberen te overstijgen. En dus die eigenlijk naar een soort van betere oplossing zoeken voor de verschillende partijen, maar meer specifiek eigenlijk voor het algemeen belang. Hè. En rechter gaan natuurlijk gewoon de wetten volgen, maar in mijn nieuw parlement zouden die volksvertegenwoorders dan het algemeen belang meer nastreven in plaats van specifieke belangen. Ja, natuurlijk. Daarvoor worden ze... Daarvoor dat men een parlementair systeem opricht, hè? Ja, maar nu zijn die volksvertegenwoorders te veel like advocaten en gaan gewoon puur denken aan hun eigen electoraat te denken. Ook al staat in de wet dat niet mag, maar ja, de facto is het toch zo. Ja, is dan niet logischer dat men een andere representatiesysteem zoekt? Dus als ik hoor, zitten dan zoveel advocaten in ons parlement. Mm-hmm. Dus die vertegenwoordigen niet is geen doorsnee van het volk. Hè? Nee, klopt. Het is een specifiek belang dan die gaan verdedigen. Ja. Dus, en dat dus, is... In mijn systeem zou dat geen probleem zijn, omdat die dan partijvertegenwoordigers worden. Ja. Maar die kunnen alleen maar voorstellen maken. En dan de volksvertegenwoordigers, die wel het algemeen belang gaan verdedigen, die gaan dan eigenlijk stemmen op die voorstellen. En dus zo hebben we die scheiding van specifiek belang en algemeen belang, net zoals dat je ook in de rechtbank hebt. Maar zitten die dan samen in dat parlement, ja? Ja. Maar zijn die dan ook verkozen voor 5 jaar? Erik, als ik het begrijp, dan kunnen daar partijen bij en afkomen naar gelang het onderwerp. Hè. Ah, ja. Dat zijn eigenlijk de specialisten. Dat zijn eigenlijk de experten. Ja, zo heb ik het ervan gemaakt of begrepen. Ze zijn deels specialisten, inderdaad, maar ze zijn natuurlijk wel verkozen. Dus ze hebben ook draagvlak voor een bepaald deel van het, van het volk. Snap? Ja, en dat is voor 5 jaar ook. Ik heb daar nu nog niet een specifieke gedachte van, hoe lang of zo. Ik denk dat dat... Ja. Want als die daar samen zitten, die gaan elkaar beïnvloeden. Hè? Die gaan in de wandelgangen, gaan die met elkaar spreken, die gaan op café gaan. Er gaat daar een beïnvloeding zijn, er gaat daar een soort klikvorming automatisch ontstaan. Dat is... De mens wil soms naar een stuk van macht evolueren op
op minimale manier. En dat is zo intrigerend en zo stimulerend. En ik denk dat er daar weinig, uiteindelijk misschien, hè, dat is mijn veronderstelling, weinig volksbelang of burgerbelang nog zal bij aanwezig zijn. Ik weet niet, hè. Ik denk het niet, maar alleszins, hoe meer partijen dat er zullen zijn, hoe minder dat de kans is dat één partij te veel macht gaat hebben. Snap je? Ja, maar die en zo verdelen ook... we ook meer de macht over de maatschappij. En hebben we minder de kans dat er zeg maar één partij alle touwtjes in handen heeft in het parlement. En ja, natuurlijk, ja, het is niet dat ik zoek naar een perfecte systeem of een perfecte maatschappij. Ik probeer gewoon het huidige te verbeteren. Dus daarvan uit dat uiteindelijk ook mijn oplossingen naar voren geschoven zijn. Ja. Zeg, Klaas, je bent of je was bij de Piratenpartij. Je hebt mijn methode daarnet gehoord. Tja, hoe dat je dat tot een stemming zou kunnen krijgen. Hè? Hoe ga je dat nu aanpakken om dat tot realiteit te doen worden? Allee, dus je hebt van mij gehoord, ijvert met ons mee voor het referendum en stelt het voor, hè? Dat je het kunt voorstellen. Dat is een beetje de tactiek die ik iedereen aanraad. Hè? Ja, ik zou sowieso zoveel mogelijk methoden om dichterbij te brengen, is belangrijk. Maar voor mij is het nu natuurlijk in eerste instantie belangrijk dat gewoon zoveel mogelijk mensen het idee een beetje begrijpen van mijn voorstellen. Dat is denk ik... Ja, alle democratie begint natuurlijk met een soort van draagvlak. Hè? Als je geen draagvlak hebt in die bevolking, dan gaat het natuurlijk nergens naartoe. Hè? Nee, tuurlijk. Mag ik eventjes nog in verband met dat je denkt, Klaas, dus dat je systeem dus ook zou kunnen nuttig zijn, of haalbaar eigenlijk, in landen waar dus de leiders aan zelfbediening vooral doen. Hè. Ik denk daar aan wat je dus schreef, kapitalisme, ik heb dat in mijn review ook gezet. Voor jou een systeem dus dat in essentie eigenlijk niet functioneert dankzij het egoïsme van de ondernemers, maar door de decentralisatie, dus de decentraliserende mechanismen van dat systeem. Ja. Veel zelfstandige bedrijven mogen dan afzonderlijk falen zonder dat het hele systeem ineens stort en boom. Klopt. Dus in de politiek zeg je goed, de som van de inspanningen van lokale activisten geeft het beste resultaat voor globale vooruitgang. Dus goed. Ja. Maar dan schrijf je er ergens, democratie dient te werken ongeacht of de motivaties van burgers egoïstisch of altruïstisch zijn. Ja. Dus dat is niets dat wij niet zo zien, want wij vinden eigenlijk dat democratie in C slechts levensvatbaar is met een altruïstische cultuur. Dus een maatschappij waarin de meeste mensen nog tribaal, familiaal ingesteld zijn, daar gaat dat niet van de grond komen, denken we. Dus in dat opzicht vraag ik me ook af of je systeem wel haalbaar is in zo'n landen waar die corruptie zo groot is. Hè? Ik denk dat het mijne haalbaarder zou moeten zijn, net doordat je die mogelijkheid geeft aan mensen om in verschillende partijen te zitten, hadden volgens mij ook tribalen meer en sneller kunnen overstijgen. Ja. Nu heb je heel vaak, als je kijkt naar die Afrikaanse landen, heel veel partijen zijn daar volledig tribaal ook, nog altijd. Ja. Mensen gaan gewoon stemmen op de mensen die ze kennen. En dat zijn de mensen die in dezelfde stam zitten of in dezelfde familie en zo. Als je kunt net die meerdere partijen stemmen, dan gaat het volgens mij veel sneller hebben dat mensen gaan thema's gaan ondersteunen. En dan gaan ze eigenlijk dat tribale kunnen overstijgen. En gaan ze, gaat dat volgens mij de democratie versterken. Maar het blijft dus natuurlijk een beetje die kip en die ei op praktisch gebied. Hè? Want
En hoe gaat dus die inclusieve partij-idee daar ook ingang krijgen? Hè? Het is altijd bij de gratie van de machthebbers natuurlijk. Hè? Tuurlijk, ja, dat is dat zo. Dat is altijd een probleem. Hè? Ja. Maar goed, ja, nee, oké, akkoord. Ja. Als er geen vragen meer zijn, Marie-Claire, als jij... Ik vind het heel verrijkend om met uw ideeën kennis te maken. Ik denk dat dat voor de meeste mensen zal gegolden hebben. Dank u wel, Guido. Mm-hmm. Ja, met plezier. Marie-Claire, nee. De microfoon staat ook aan. Dat is hier volledig uitgevallen. ja, ik weet ook niet. Het is de tweede keer dat ik dat heb. Omdat jij zei, Klaas, partijen moeten niet met elke andere partij samenwerken. Als ze dat niet willen. Dus cordon sanitair is in die zin dan verdedigbaar. Ik vind als een partij, dat is natuurlijk, dat zijn enkele individuen die die partij vormen. Je kunt dan natuurlijk zeggen, een partij moet niet met elke partij samenwerken. Dus je kunt stellen dat je partijen niet moeten verplicht worden of niet verplicht zijn om met Vlaams Belang als partij samen te werken. Maar toch vind ik, als je democratisch denkt, dan is het de burger die moet kunnen beslissen. En de burger gaat stemmen op verkiezingsdag. Hij maakt zijn keuze in het stemhokje. En dan vind ik dat je, als je lid bent van gelijk welke partij, dat je toch die keuze van die burger moet respecteren, aangezien dat dus de burger in een democratie bovenaan staat. En dat je als lid binnen een partij en als verkozenen dan eventueel, als parlementair, dat je dan toch de verantwoordelijkheid, de politieke verantwoordelijkheid op u moet nemen om met gelijk welke andere parlementair die verkozen is te gaan samenwerken. Je kunt individueel een keuze maken van, goh, de dienen van het Vlaams Belang, daar wil ik niet mee spreken, hè, als mens, van mens tot mens, maar als parlementair die verkozen is, vind ik dat de democratie moet eigenlijk bovenaan komen. En dat betekent het woord van, of de keuze van de burger moet gerespecteerd worden. En vind ik dat er een politieke verantwoordelijkheid is van elke parlementair om de keuze van de burgers te respecteren en dus samen te werken, hoe moeilijk dat misschien ook is, maar om samen te spreken met elkaar in dat parlementair, in het parlement als politieke vertegenwoordigers van die burgers. Dus in die zin vind ik niet dat je kunt stellen dat democratisch gezien een cordon sanitair te verdedigen is. Ik vind dat niet. En ik vind ook niet dat partijen, andere partijen, omwille van hun eigen inspiratie of hun eigen overtuiging kunnen uitsluiten. Hier primeert het gezag van de burger, het primaat van de burger. Anders verklaren zij zich ondemocratisch en eigenlijk democratisch illegitiem als politieke verantwoordelijken of als politieke verkozenen. Dat is mijn standpunt, toch, als democraat. Ja, er is nog een ander facet eraan. Dat probleem stelt zich alleen doordat nu juist de wetgevende macht en de uitvoerende macht bij elkaar is. Want die volksvertegenwoordigers moeten alleen maar wetten maken. Hoe hebben die samen te werken? Die stemmen gewoon ja of nee op de knop. Dus gewoon ja of nee. Dus, dus als zij het volk vertegenwoordigen, dan moeten zij gewoon weg in het parlement mee de wetten kunnen stemmen. Maar het is juist door de particratie dus dat die fenomenen zoals cordon sanitair en dergelijke ontstaan. Het uitsluiten van groepen. In Zwitserland heb je dat niet, want daar zit iedereen in de regering. Mm-hmm. Dat is nog eens een grote aberratie van het samengaan van de uitvoerende en de wetgevende macht. Hè? Ja, maar men komt ook niet tot een wetgevende macht als vertegenwoordigers van de bevolking. A priori is dat er al niet aanwezig, aangezien dat ze op voorhand al een heel aantal kiezers die een keuze gemaakt hebben in een zogenaamde democratie, hè, in een pseudodemocratie zeggen wij dan, ja, dan ze die al gewoon uitsluiten. Dus men door het feit van
het samengaan van die coalitievorming, meerderheid-oppositie, worden direct burgers uitgesloten. En politiek is dat dus eigenlijk niet aanvaardbaar. Hè? Ja. Menselijk misschien wel, maar als politicus is dat niet aanvaardbaar. Ja, ik zou iets toch wel nog uitlichten. En dat is namelijk dat mijn gevoel is dat de huidige partijen hebben heel veel macht. Hebben eigenlijk te veel macht. Voilà. Ja, dat is juist. En daardoor zijn we nu een beetje afhankelijk van de goodwill van die partijen om zichzelf niet onmiddellijk tot dictatuur te laten uitroepen. Hè. En we hebben de fascisten gehad. En ergens, denk ik, moeten we in het huidige systeem altijd een beetje bang zijn van oei, zou een bepaalde partij niet te machtig willen worden, snap je? En de volgende verkiezingen, zeg maar, beginnen afschaffen. Hè. En daarom denk ik dat men nu deels ook een beetje teruggrijpt naar iets like het cordon sanitair, om eigenlijk te voorkomen dat die situatie mogelijk zou kunnen zijn. En ik denk dat in mijn systeem, waarin dat eigenlijk de macht van alle partijen veel verminderd wordt, gaat die reflex ook volgens mij wegvallen. En gaat het, denk ik, onmogelijk worden voor een partij om zeg maar, zomaar de macht te kunnen grijpen. En gaat volgens mij dat cordon sanitair ook wegvallen, denk ik. Voilà. Als consequentie. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, het probleem is, je weet niet dat een partij antidemocratisch is tot meestal dat het te laat is. En dat is altijd een beetje het probleem, hè. Ja, maar schaft dan de partijen af, hè. Schaft het partijwezen af, hè. Maar ja, je moet iets in de plaats kunnen brengen, hè. Gewoon vrije vertegenwoordigers. Ja, maar dat is tot nu toe niet gelukt, hè. Tot nu toe bestaat er geen parlement waar dat er echt vrije vertegenwoordigers zijn. Waarom? Nee. Omdat die vertegenwoordigers zich altijd gaan beginnen organiseren. Ja. Omdat mensen die vrij zijn, hebben niet iemand minder macht in het parlement dan degene die zich organiseren. Inderdaad, nu komt je tot de kern van het probleem. In feite, in het oude Griekenland had je geen parlement. Daar had je gewoonweg geen parlement. Daar had je geloten burgers die dus de wetten voorbereiden, de wetsvoorstellen voorbereiden. En die werden op het plein gestemd door het volk. Dus die volksvergadering, dat is het oerbeeld voor wat wij het referendum noemen. Mm-hmm. Dus, en na de eerste parlementen die zijn er ontstaan omdat als oplossing gegeven werd om toch nog zoveel mogelijk macht bij de aristocratie te houden. Zoveel dus voor de gelddemocratie en dergelijke. En natuurlijk de burgers emanciperen zich van de instellingen. Worden mondiger, worden vrijer, dat vrijheidsgevoel, worden autonomer en die eisen alsmaar meer hun zelfbeslissingsrecht op. Mm-hmm. He, dus hun zelfvertegenwoordigingsrecht eisen die alsmaar verder op. En dat is eigenlijk het grote gevecht dat zich alsmaar meer manifesteert. Dus het parlement is dus al een afgezwakte vorm van democratie. Dus logischerwijs zou dus de vertegenwoordiging moeten gebeuren via loting. Dat is de beste garantie op een juiste, goede vertegenwoordiging van de wetgevende macht. En het beslissen gebeurt via een volksvergadering, maar als dat de moderne vorm daarvoor is het referendum. Dus voor grote gemeenschappen
kan men dat nu ook digitaal en dergelijke regelen via referenda. Dus het parlement is eigenlijk, dat is eigenlijk bewust een praatbarak. Zodoende dat de elite als hun macht blijven behouden. Het is geen toeval hoe dat Shakespeare en dergelijke, dat in Engeland ontstaan is met de Europese parlementaire democratie, hoe dat die machtsspelletjes allemaal in zijn toneelstukken beschrijft. Mm-hmm. Dus dat is gewoon grandioos goed gevonden om toch maar de baas te kunnen blijven spelen. Mm-hmm. En wat er ook gebeurt, de grootste baas in zo'n parlement, dat is de mammon. Oh ja. Het gaat altijd over de begroting en over belastingen en dit en dat. Dat is eigenlijk waar het allemaal rond draait. Maar van democratie is er absoluut geen sprake. Dus volgens mij kan dat alleen maar menswaardig ingevoerd worden middels het bindend referendum op initiatief van de burgers. Mm-hmm. Ja, dat is juist, hè. Maar Frans schrijft dat hier ook. Dus dat is op volksinitiatief of op burgerinitiatief, maar wij zijn ook nog voor een correctief referendum of voor een obligatoire referendum, zoals in Zwitserland, hè. Dus een obligatoire is dat bij ernstige veranderingen, dus veranderingen in de grondwet of bij militair ingrijpen of zo, dat men sowieso de mening aan de burgers moet vragen. Of voor heel grote uitgaven wordt dat ook gedaan in Zwitserland. En ook een correctief referendum moet toch volgens ons mogelijk zijn, waarbij dat wij dus iets kunnen herroepen. Hè? Dus een wetsvoorstel dat gedaan wordt, of een wet terugfluiten. En dat de burgers daar absoluut niet voor zijn. En dat er een voldoende draagvlak is, dan moet dat in feite kunnen gecorrigeerd worden. Juist, hè, Bert? Ja. En nu, Erik, je haalt het voorbeeld van oorlog aan. Ja? Je moet maar eens kijken. Het zijn altijd regeringen die oorlog voeren, nooit burgers. Nee. Kijk maar naar Zwitserland. Daar hebben de burgers de macht. En die zijn, hoe lang al? Een paar honderd jaar hebben dus geen oorlog meer gehad. Ja, maar het zijn de regeringen die de oorlog beginnen. Maar het zijn wel de burgers die vechten. Hè? Ja, moeten vechten. Die moeten vechten. En want anders worden ze geëxecuteerd omdat ze deserteren. Ja, en zij sterven wel. Hè? Ja. Ja. Terwijl dan de mensen, dat de elite veilig zit. Ja, we moeten dat volledig ons leven zelf in handen nemen. Onze gemeenschap, ons eigen denken en dergelijke. We zijn echt zodanig gebrainwashed door het parlementair systeem dat wij blijkbaar niet anders kunnen denken, hè, maar dat is dus niet. Hè. Ja, en ik wou ook nog een keer terugkomen op dat cordon sanitair. Dus het Vlaams Belang wordt dus als extreem rechts weggezet. Zij zijn een ondemocratische partij, worden ze genoemd. Maar zij worden ondemocratisch genoemd door partijen die zichzelf democratisch noemen. Maar die in feite ook ondemocratisch zijn. Niet luisteren naar de burgers. En ze weigeren dat de burgers inspraak krijgen en ze weigeren dat de burgers beslissingsrecht krijgen. Dus zij zijn ook ondemocratisch. Er is geen enkele democratische partij. Een democratische partij is in C onbestaande. Een partij kan niet democratisch zijn. Ja, behalve als het zo kleinschalig is, gelijk dat Klaas dat voorstelt, zie ik dat wel, hoor. Ja, dat is...
Dan zou dat kunnen, ja. Dus dat is een idee, een systeem op de juiste, op de goede weg, inderdaad, is waar. Ja. Dan begint die partij zoals Klaas schildert. Ik vind het een schitterend idee, hoor. En ik vind het heel verrijkend wat Klaas presenteert. Chapeau, en ik ben er ook dankbaar voor. Maar dan die partijen die hij schildert, die, zoals ik in het begin heb in de chat gezet, die neigen toch naar burgerinitiatieven. Ja. Ja, dat zijn toch burger, op de keper beschouwd. Ideologisch mag ik niet zeggen, maar puur in de essentie van de zaak zijn dat burgerinitiatieven. En dan nemen de burgers inderdaad de macht over. Mm-hmm. En dan hoeft die partijen gewoonweg niet te bestaan. Dat is onzin. Mm-hmm. Het is maar een naam, hè. Het is maar een naam, hè. Als je het burgerinitiatief noemt of een partij noemt, het maakt niet uit. De huidige partijen zijn geen burgerinitiatieven. Nee, dat ben ik mee eens. Tuurlijk niet. Dat is ook de essentie, hè, van wat ik gehoord heb. Hè. Dus exclusief tegenover inclusief. Hè. Ja. De exclusieve, ja, dat is totaal ver van democratie natuurlijk. Hè. Maar die inclusieve systemen, ja, dat zou een mooie weg er naartoe zijn. Nou, ja. Vind ik. Goed, ik denk dat we misschien hier kunnen het webinar voor beëindigd verklaren. Ik dank nogmaals iedereen. Goeie avond. Allemaal nog verder. Ja, en nog een speciale dank aan Klaas. Ik vond het absoluut proficiat, Klaas. Heel verrijkend, toch zeker voor mezelf. Ja, zeker. Absoluut, bravo. Ja, ja. Meerdere mensen moesten dat doen. Ja, absoluut. Ja, voilà, iedereen, dat is ook het mooie. Elke burger is opgeroepen zoiets te ontwerpen.